Vijf historische landhuizen zijn door minister Brinkman van Cultuur op de monumentenlijst geplaatst. Die huizen zijn nog allemaal bewoond door particulieren. Zoals hier de Vrijlemaborg in het Groningse plaatsje Slochteren. De tuin is aangelegd in de 17e eeuw. Dit is huis Vosbergen in Heerde, een van de best bewaarde edelmanswoningen uit de 16e eeuw, omgeven door een gracht. Huis ten Donk in Slikkerveer. In Heemstede het huis te Manpad, gebouwd in de 17e eeuw, en in Kennemerland de best bewaarde buitenplaats. De vijfde en laatste buitenplaats die op de monumentenlijst wordt geplaatst, kasteel Duivenvoorde in Voorschoten. Het is in de middeleeuwen gebouwd.